In een reis van 13 dagen vaart de Nieuw Amsterdam met 2100 passagiers en ruim 800 crewleden aan boord door de Mediterranee. Waar de passagiers zich kunnen ontspannen, werken de honderden crewleden uit allerlei landen hard en gedreven op het schip wat gedurende maanden hun thuis is. Marco van Bellegem, de Zeeuwse hotelmanager, gaat op inspectieronde uit. Bij wijze van verrassingsoverval gaat hij steekproefsgewijs een aantal cabins inspecteren. Lance, are you ready? I'm ready to go. All right, let's go. En hoofdhuishouding Lance vergezelt hem. Let's go. Okay, so we're gonna go to deck 8. And then make a round over the deck. And see some of the cabins with the stewards. Cabins at the back, eh? Yeah, 8-1. 6-4. This way. We'll walk towards the back. Yeah. Ik kijk nu met mijn zaklamp of alles goed schoon is. We streven naar perfectie. Lance, can you have a look here? Oh. Look at the AC grill. Okay. Yeah. So what we need to ask the guys to do is, you know, we can unscrew them and then take the grill out and get it clean, eh? Okay, we work on that. So we can do a project on the whole deck. Yeah? Okay, no problem. Hi, Dewa. Can we have a look at this stateroom, please? Sure. Thank you. Yes, chef. Housekeeping? Yeah, that's okay. Leave the paper. You knock two times or you knock three times? Okay. Supposed to be three times. Three times. Okay. No problem. Thank you. Housekeeping. Thank you. Okay, then we have a spot here to change this robe. De lat van het schoonmaken ligt behoorlijk hoog. You like the noise? Lance? Sound like it's clean. Very clean. You got a mark here on the. You see it? Curtain, yeah. On the curtain. We can send it to the laundry, yeah? Here also, guys. That one? On the sofa. Okay, good. And try and keep this striped. If you're gonna have striped this sideboard, striped up to be down. Sideway, rather, with the zipper down. So it's lobster night in the room. Yeah, tonight is lobster. We'll have a look in the bathroom, yeah? Ik weet op zich natuurlijk in de hotelafdeling heb je 650 bemanningsleden, maar als je zo nauw mogelijk bij de bemanning betrokken bent, dan zien ze ook dat je gewoon interesse hebt in wat hun doen, in hun werk en wat zij doen op een dagelijkse basis. Wow, Dewa, this is very good. I'm very, very happy with this room. Thank you, sir. Clean, very good. Can we have another look? Sure. At another room? Yep. Yeah? Thank you. De Griekse bestemming Santorini is in zicht. Het schip wordt van de automatische piloot afgehaald. Dus tijd voor kapitein Edward om naar de brug te gaan. Zijn woon-werkafstand is benijdenswaardig.
Kijk, eigenlijk is dit het hele bijzondere van deze baan ook. Het kantoor, mijn woonruimte, mijn werk. Dat is allemaal op één vloer en heel dichtbij. Kijk, sleuteltje. Geen file. En we zijn er. Ja, dat wordt ongeveer om 9:20. En zometeen als we nog iets verder terugtrekken of je de thrusters kan starten. Oké. Okay. Ja, heel goed. En einde zeereis is right now. Oké, okay, dankjewel. Steering 076. 076, we hebben de einde zeereis gemaakt. En nu gaan we over op handsturen. De machinekamer is standby. En nu gaan we ons concentreren op dit laatste stukje van het traject. En het veilig aankomen op de ankerplaats. Oké, okay, dus Dirk, de bedoeling is dat jij de kon houdt tot je binnen bent gevaren. Ja. En dan ongeveer een kwartier voordat we bij de driftingplaats zijn, zal ik hem van je overnemen. En dan positioneer ik hem uiteindelijk. Okay. Ja? Ja, okay. Begrijp ik. Omdat het hier 200 à 300 meter diep is, kan er geen gebruik gemaakt worden van het anker. Maar zal het schip moeten dobberen op een veilige plek. We tekenen op de radar een boksje. En dan is het de bedoeling dat de stuurman van de wacht het schip keurig in het boksje houdt voor de hele dag. Ik zal het proberen. Heel veel mensen zeggen dat het zal wel een enorme druk zijn op je schouders. Het zal wel een enorme zware job zijn. Maar het is net als je voor het eerst je auto koopt en je gaat naar Albert Heijn. Dan zoek je ook de grootste parkeerplaats op. En dan, als je nou heel vaak boodschappen hebt gedaan, dan heb je wel meer lef om ook nog naar die krappe parkeerplaats te gaan. Oké, Dirk, we zijn er. Overgeschakeld naar joystick. Heading 350. Hou hem in het boksje. En dan is die van jou. Second officer is de kan. Second officer is de kan. Oké. Okay. Receptiesupervisor Carlijn krijgt een telefoontje dat een gast voortijdig haar cruise wil beëindigen en dus van boord wil. Wow, wait. 10020? And why are they disembarking? Yeah, okay, but she cannot just disembark like that. I need to first contact the PPO and see if they have to go through customs, immigrations, etc. Can you send them to the front office? All right, thanks. Grappig dat mensen denken dat ze gewoon weg kunnen gaan. Ze kunnen niet zomaar weg. Dat heeft dan met immigratie en customs te maken. Dus ik belde meteen onze port paper officer. Die is zeg maar verantwoordelijk voor alles met immigratie, paspoort, et cetera. Oké, ja, all right, oké, thanks. Het is dus niet zo gemakkelijk om zomaar even van boord te gaan. Daar kunnen zij eigenlijk uiteindelijk gewoon mee in de problemen komen. Quick question. 10020, did they stop by? Oh, oké. Okay. Miss okay. Essendon, yes. Hello, madam. Yes. Is this enough for her to... because she's going to disembark and she said this is the only passport that she has? Yeah, that's okay. No problem. Mrs. Essendon? So your luggage is all here, or it's yeah, my luggage is here. Do you need where do I have to go? To A or to 2? No, A deck gangway. So okay. All the way forward, one deck down. Would you need assistance with your luggage? No, I don't. No? Okay. All right. Okay. Thank you so much, and have a safe trip home. Yeah. Thank you. All right. Thank you. Bye bye. Ik ben wel eens benieuwd wat de reden kan zijn achter het vertrek van iemand. Dus ik vermoed dat, dat er misschien in het thuisfront iets is gebeurd waardoor zij dus weg moet. Maar ik vind het soms lastig om het te vragen. Als ze het zelf niet melden, dan in dit geval kies ik er gewoon voor om het bij haar te laten. Op het schip zijn maar liefst 8 bars. De Turkse barmanager Murat is daarvoor verantwoordelijk. Oké, okay, I need to do my order. I need to order drinks. In total, I think I need to order about more than 10,000 cans of sodas. And that's a lot, but it just sounds a lot. It's going to be only for 12 days. And after 12 days, I need to order probably another 10,000-15,000 cans of soft drinks. Vanavond is het grootste bar-evenement van de reis, de pool party. Hiervoor is door een collega van Murat nieuwe decoratie besteld. Wat net is aangekomen. We are going to receive our new pool party equipment. It's just arrived today and we don't know what it is.
There is new equipment because we are upgrading our pool party. Okay, we got the tables. Oh, these are the umbrellas. You want to open one? Yeah. To unwrap these is like getting giant birthday presents and just unwrapping them because we don't know what is inside. And everything in here basically is for us, so it's really exciting. Oh, it's fancy. All right. And it's pink. The better the decorations are, the better the pool party looks. And once we see the faces of the guests when they come in, they will be like, wow. And that's what we like to see. And we will be promoting our beverage specials and colorful cocktails. I think it's going to be great. I'm really excited about it. And we're going now. Close the door. Okay, come on. Hotelmanager Marco woont samen met vrouw en zoon aan boord. Hij heeft haar 16 jaar geleden tijdens een cruise ontmoet. Nu is Marco even vrij en gaat hij met zijn gezin het Griekse Santorini bekijken. Wij zijn 4 maanden op het schip en je werkt 7 dagen per week. Dus je bent natuurlijk ontzettend druk met je werk bezig. En dan heb je gewoon af en toe heb je gewoon even die rust nodig en gewoon even tijd om te kunnen relaxen. We moeten naar de kabelbaan, hè? Ga je mee? Ik zei, dan moet je achterkijken. Een heel mooi uitzicht houden. Kijk eens, wat een zicht, hè. Voel je het in je oren? Nee. Hey. Voel je het niet? Nee. Oh. Can I show you around? He knows the way. Oh, ga jij... You lead the way? Ja. Yeah. Ah, oké. Okay. This way. Marco. Ja. Come on. Ja, kom eraan. Weet je zeker dat deze kant is? Look, hè? You have to go this way. A nog verder deze kant? Down. Ja. Weet je het zeker dat we de goede weg ja. gaan? Tegen Tiziana praat ik voornamelijk in het Nederlands. Hey. Rustig. We willen dat die tweetalig opgevoed wordt. Wij zijn ook recentelijk naar België verhuisd. En hij gaat nu, sinds afgelopen mei, gaat hij naar school in België. We went there before. We did? Ja. Yeah. In totaal heeft Tiziano meer dan 65 landen gezien nu. Hij vaart natuurlijk op zich al 4 jaar bij ons aan boord. En hij is net 5. Bezoek. Rudy Sodamin, de masterchef van de cruiseboten, is aan boord gestapt. Deze charismatische Oostenrijker gaat een aantal gerechten voorproeven. En alle koks staan op scherp. What's cooking? Good cooking! Ah! Oké, wat is de menu tonight? Spanish Serrano ham. Shaved ham and crispy grilled asparagus with a colorful release of fresh tomato and olives. How is the quality of this one? Oh, that's great now. Huh? It's good? Great, yeah. Why put olive oil behind over? More shiny. Huh? Make it more shiny and more appetizing. Don't do that. No olive oil, okay? Only the side, all okay? Side. Okay, okay. Not on top, okay? Have to change it, yeah? Okay, we'll fix okay. it. Okay, fix it. Next. The next one, soup and salad. Okay. Turkey, spinach and barley soup. What stock do you use here? Light and brighter flavor, and enriched with celery, carrots, bell pepper, and sprinkling of parmesan cheese. Stock? Good. Good. Who made this? Hey, give an applause. The France was, okay? Good. If when I'm on board ship, it's very important that I have a good communication with our chefs who work very hard. Good. Looks nice. And very important is also that they are excited
that they're motivated. And because I always say, a happy chef, happy food, good food. Absolutely. What do you want? How do you know I'm here? Huh? Because you're very famous in the guest. How do you know I'm here? Huh? Okay. Sir, so what's your name? Kersey. Huh? Kersey. Kersey. To Kersey. Kersey bought a book and was to give it to your girlfriend or to your wife? Yeah. Kersey. What's her name? Caroline. 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 Okay. Thank you, sir. Okay, anyway, so, okay, guys, let's go to work. Think about what's cooking? Good looking! Okay, that's my motto. When I go on a ship, say what's cooking? Good looking. The people are happy, for sure. Okay. Bij de frontdesk wacht Kersey wat nerveus een goed moment af om zijn vriendin Carlijn te verrassen met het gesigneerde kookboek. Carlijn is zijn leidinggevende en ze hebben sinds 8 maanden een relatie. I'll give the book to Carlijn because it's the only time that Rudy came on board. It's a chance for us to have a signature. She doesn't know it yet. It's a surprise. She's not that good in surprises though. She just acts normal when she's surprised. So. Perfect. Okay, ciao. For you. Rudy's Sodomin, I got it. So you'll have a remembrance that he was here on board. Oh, okay. That is so sweet. we have to stay professional in the office, right? So I'll thank you later. Oh my god, really? We hebben elkaar leren kennen op de Statendam vorig jaar. En daar heb ik, daar ben ik op dat schip terechtgekomen en hij was daar ook. En dat werd uiteindelijk, klikte dat heel erg. En nu zijn we samen. En nu hebben we samen dit schip aan kunnen vragen. En dat gaat voor zover gewoon heel erg goed. Dus ja. Ah ja, I see you. Marco moet weer aan de slag. Naast de poolparty van Murat op het middendek wordt er op het achterdek een Griekse barbecue gehouden. Nice. Very good. Yeah, I like that. So you got it out of the locker. Very good. Moussaka. That looks good, eh? It is. Al het eten wat hier dus geserveerd wordt is inclusive. Daar hoeven de gasten dus niks voor bij te betalen. Het is alleen de drankjes. Als ze een glas wijn willen, als ze een oezo willen, als ze een bier willen of zo, dan wordt er voor betaald. Yeah? Just mensen, we need to make sure that we get the guy to, you know, come and regularly refill with the ice. Yeah. So at least we keep it nice and cold. But I think for the rest, the this will line up later on. Yeah, yeah. But it looks very good. I'm very happy with it. Yeah. But it's Murat. Hello. How are you? Excellent. How are you? Great. So you're going to be selling some Greek wine and Greek beer and... Yeah, we had, in the big barrel, we had Greek wine, but it sold out, so... Oh, wow! Yeah. That's good. I like the barrel. It's really good. It is so popular that we ran out of it. So the barrel is empty now. We started selling the bottles. Okay. Masterchef Rudy bedenkt en creëert al 7 jaar alle nieuwe recepten en gerechten voor de cruisemaatschappij. I'm not often here. But when I'm here, it's 24 hours, and for 88 hours, it has to be good. Because when I leave, I don't want to have headache. I want to be happy. Okay? The food has to be good, period. Aan boord van alle schepen worden in de restaurants dezelfde menus en gerechten geserveerd. Vandaag gaat Rudy foto's nemen van de gerechten. Deze worden op alle cruiseschepen als presentatievoorbeeld gebruikt. Hotel manager is also here. Hey, how are you? Nice to see you. Okay? How are you? Okay, yeah, good. So what we do is here, we get in a new vegetarian dish, which is implemented on this cruise. It's hot, ha! All food we try to create, it has to be something special. Because I believe, whatever we do, the food has to look elegant. Hot. You need some gloves? Give me some gloves. It's important, not here. Now, this is very important. The presentation is beautiful. So, we can photograph this, huh? We can photograph. Yeah, yeah. It's done. Yeah, it's good. Looks nice. Okay, let's see it. Now.
Why I photograph their plates? Because I believe by having 2,000 chefs, they have to see my vision. And don't forget, we're serving about 160,000 meals every day. Ah, and that's the reason I photograph each dish. I want to have that each dish I prepare looks the same. And obviously, if I can do it, our chefs can do it. So you like to see it, okay? We take a time. No, it works. It works. You happy? I'm happy. Okay. Let's do this, huh? Okay, let's put it in the computer and let's review it tomorrow morning in the meeting, okay? Okay. Good, thank you. Okay. The next dish, let's go. You have time. In de dek is de poolparty in volle gang. Barmanager Murat is de gepassioneerde gastheer. Alright, we are serving the appetizers. Very good. You okay? Right answer. Right answer. Almost there. Right answer. Okay, Marco. Yeah, see you later. Hello, gentlemen. Can you call one more bartender? And we are going to need some stromboli to put on the trays of the waiters so they can go around and sell some strombolis. Yeah? Okay, thank you. Hand over your left, and you're going to rotate your hips and your body into a full circle in place. So it's going to be. Can you also clear up some empty glasses and ask them if they would like another drink? Okay, please check all the tables. You can sing as loud as you can. Since I was a kid, I wanted to be a bartender, and I started as a bartender, but that was my passion. Maybe that's why I love this job, and I don't want to do anything else. And this is my passion, this is what I like to do. Probably if they didn't pay me, I would still do this job, but maybe it's not. It's not wise to say this out loud. And kick, walk in place, shake your hips. Shake. I love it. Walk in place, shake your hips. This is my job. Here we go. I think it turned out to be a great event. It was a lot of work for us, but seeing this is a great feeling. People are enjoying themselves, really. Volgende week in een wereld op zee. Krijgt receptiesupervisor Carlijn een onverwachte mededeling. Ask him if you could get transfer to another ship. Wow. Zoals je ziet gaan we best wel hard. Het is een hoge snelheid transfer. En ja, er zit altijd wel een risico bij. Moet tweede stuurman Dirk de loods veilig aan boord zien te krijgen. Hey, en valt het afscheid zwaar. Nou,